Yo, kieve mensen van je en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En welkom bij een GTA video. Yes, yes, yes. Maar, je zou denken van, hey, is het GTA Online? Nee, jongens en meisjes, dames en heren, dit is geen GTA Online. En dit is ook geen GTA RP, dus dit is ook geen roleplay. Dit is GTA Politie. Eigenlijk GTA met politie, GTA LSPD is gewoon de serie hoe ik dit ga noemen. Dit is gewoon een modpack die gebruikt, LSPD FR, oftewel... Deze character hier die ik zelf gemaakt heb. Of ik heb die zelf gemaakt. Die heb ik gewoon makkelijk gekozen. Net zoals ik GTA Online zou doen. Ja, dit is gewoon de character waar wij mee spelen als politieagent in de game. En ik spawn hier net in een huis. Blijkbaar ben ik een politieagent die in dit hele dure, luxueuze huis woont. Met een uitzicht over de stad. Ik denk dat ik een corrupte politieagent ben. Sowieso. Want anders kan je hier naast keer nooit het huis betalen. Dus, yes, deze serie heeft geen facecam, omdat ik niet echt dat hierbij vind passen. Laten we even mijn appartement... Dit is geen appartement, dit is gewoon een dik huis. Moet je kijken, dit is gewoon mijn huis. What the... Oké. Dit is blijkbaar mijn... Is dit mijn auto? I don't know. Oké. Okay. Nou, wat wij dus moeten doen, is wij moeten eventjes naar het politiebureau gaan hier. Want wij gaan even... On duty, zoals dat heet. Wij gaan gewoon eventjes onze, ja, dienst, ja, hoe moet ik zeggen. Wij gaan gewoon eventjes werken als politieagent. Want we zijn politieagent, onze dienst begint bijna. Dus wij moeten eventjes daarheen rijden. Oké, wij moeten ons wel een beetje aan de verkeersregels houden natuurlijk als politieagent. Maar aangezien we een beetje laat zijn om in te checken voor onze dienst, hebben wij een beetje haast. Dus dan gaan we dat gewoon eventjes niet doen. Nee. Dus ik ben een beetje laat, anders wordt mijn captain boos. Ja, dan krijg ik weer een streepje en dan ben ik straks mijn baan als politieagent kwijt. En dat willen we niet. Nee. Oké, oh. Ik wil niet de macht over stuur verliezen van deze auto. Die niet eens van mij is. Van mij heb ik niet eens een auto. I don't know. Maar, als jullie dit leuk vinden en jullie meer van dit zien, dan laat natuurlijk een like achter de video. Aan de kant. Ik moet snel naar het politiebureau. Dus, ja. Oké, mijn character die praat ook gewoon uit zichzelf. Blijkbaar. Gaan we weer. Oh, ik moet niet zoveel rood rijden. Maar, ja. Als jullie het leuk vinden en jullie weer meer van dit soort video's zien. Dit soort van die GTA politie video's. Laat een like achter de video en dan gaan we gewoon meer van dit soort video's maken. Dus hier zijn we bij het politiebureau. Yes. Laten we even on duty gaan. Even kijken. Politie vehicles only. Oké, waar is dan? Oh nee, ik moet deze kant gaan. Yes. Yeah. Oh, dat is mijn auto. Interessant. Wat kan je doen? Enter the police station. Yes, Rockford Hills Police Station. Yes, dat is onze thuisbasis. Ons politiebureau, waar wij werken. Yes, dus hier kunnen wij even kijken. Go on duty. Yes, wij gaan dus gewoon als politieagent on duty. Duty, I don't know, ik kan het niet goed zeggen. Common errors. Oké, continue to game. Oké. Locker, oké, LSPD. Wij zijn dus een LSPD agent. Outfit, de cop, current. We kunnen even kijken. We kunnen eigenlijk alleen maar een hele simpele politieagent zijn. Dat vind ik jammer. Er moet waarschijnlijk wel meer zijn. Even kijken. Random. Een officer. Officer 3. Een senior officer. Wij gaan gewoon een senior officer. Yes. Wij zijn, even kijken, gewoon... laten we gewoon SWAT doen. SWAT Advanced Customization. Is niet echt nodig. Yes. Dit is de standaard politieagent die wij zijn. Ik kan helaas niet andere politieagent zijn. Ik kan geen Blaine County Sheriff politieagent zijn. Dat kan helaas niet. Dus even kijken. We hebben verschillende politieauto's waar we uit kunnen kiezen. Dit zijn allemaal modded auto's. We hebben natuurlijk hier de sheriff wagens. We hebben hier, even kijken, een motor. Yes. Dit zijn eigenlijk de... Ja, weet ik veel. Dit zijn de news. Oftewel, we kunnen ook een keer in deze auto's gaan rijden. Dit is wat ook FIB. Auto's, unmarked auto's.
die op zich best wel nice zijn. Parkweentje en ik kom bij de LSPD. Maar we zijn de LSPD Police Officer vandaag. Components. Dus we kunnen gewoon een heleboel... We kunnen deze hier voorzetten, laten we dat doen. We kunnen een paar extra dingen erin doen. Hier, ziet er altijd nice uit. Modifications. Ik wil dat mijn auto wel een beetje armor heeft. Dat mijn brakes goed zijn. Want we komen waarschijnlijk in best wel wat achtervolgingen terecht. En dat soort dingen. En dat willen we niet hebben. Transmission. Even kijken. Race. Kan ik het aanklikken? Yes. En een turbo. Oftewel, we zijn nu gewoon een hele snelle politieauto. Wat nice is. Oké. Perfect. En nu als het goed is, gaan wij on duty als politieagent. Onze dienst is begonnen. Om de straten van Los Santos veilig te houden. Yes, yes, yes. You're now on duty. Oftewel, we zijn nu gewoon een politieagent hier. To access the police computer. Dat is volgens mij... wacht even. Access to... I don't know. Ik kan niet de access the police computer. Ik dat is me toe te blijven aan. Ik zoom met de controller. Maar heb ik heel veel keybindings die... die een beetje gelden op de toetsenbord. Ik moet heel vaak switchen. Yes. Dit is Los Santos. Je kunt gewoon rechtsaf slaan wanneer je wil. Dus laten we even hier gaan parkeren. Nice. Dan moet ik even gewoon weer even kijken hoe het ook weer precies zat met keybinding. Want ik heb het in het tijdje niet meer gespeeld. Dus. Oké, laat ik even uitstappen. Yes. Even kijken. Wij zijn onze mooie politie met onze auto. Nice. Even kijken. Dit is police backup. Yes. Dan even kijken. Dit is police radio. Action request call, request records check. Oh ja, nice, nice. Oh! Dat was niet de bedoeling. Oké, heb ik ook control bindings? Dat is mijn telefoon. Oké. A robbery in progress. Oké, go to the robbery. Oké, shit. Go. Wacht, waarom doen mijn sirenes het niet? Ik heb geen idee, mijn sirenes doen het niet. Ik ben de andere kant op. No! Mijn sirenes doen het wel. Oké, nice. Go, 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 go. Oké, er is een robbery aan de gang. En ik heb 20 seconden om daarheen te gaan. Alleen, ik moet ook een beetje op het verkeer letten. Weet je hoe ver het is? Ik was er een beetje ver vandaan. En dat ga ik nooit halen. No, dit gaan we nooit halen. Dit gaan we nooit halen. Wow, 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 wow. Oh, mijn game lijkt enorm. Ja, yeah, escaping. Shit, 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 shit. Oh shit, ze schiet op mij. Oh fuck. Oké, ik ga de auto volgen. Ik ga de auto volgen. Hij sloeg hier rechtsaf volgens mij. Hier is die. We found him. Oké. Ik heb backup nodig. Ik zit in de politieachtervolging. Oké, ze hebben zo te zien de winkel beroofd. En ze zitten... Iemand zit in deze auto. Misschien dat hier de buit in zit. Ik weet het niet. Kom op. Stop de auto, nu. Anders ga ik een pitmanoeuvre doen. Hij gaat alleen maar rondjes rijden. Stop, nu. Oké, kom hier. Handen omhoog, heb je al, oké. Waarom kan ik je niet arresteren? Yeah, man. I still got it.
Waarom kan ik jou niet arresteren? Ik heb geen idee waarom ik je niet kan arresteren. Nee, nu ga ik in... wat is dit? Tactics. Oh fuck, dat wou ik niet doen. Oké. Okay, nice, nice. Dat moest ik doen. Ik was even vergeten. En we zitten op de grond gaan liggen. Oké, nu kan ik hem arresteren. Yeah! Oké, jij komt even lekker met mij mee. Meneertje. Yes, volg mij maar. We gaan even op de stoep. Oké. Als het goed is, kan ik nu tegen jou zeggen. Even kijken. Take hold the suspect for to release them. Hold to perform. Even kijken. Press to sit the suspect down or hold to perform a risk. Oké, hij moet even gaan op zijn knieën gaan zitten. Dan kan ik eventjes hier. What the fuck? Stop, ga met de auto. Nu. Hij steelt zomaar de auto. What the fuck is... What the fuck ben jij aan het doen? Autodief. Hij steelt zomaar dus zijn auto. Terwijl ik de auto net wil gaan onderzoeken. Oké, nou, kom jij ook maar mee. Kom maar mee. Hier gaat hij er maar lekker bij zitten. Dus, hoe dom kun je zijn? Hoe dom kun je in godsnaam zijn? Oké, jij. Op je knieën. Even mijn sirenes uitzetten, want ik word zelf gek van mijn sirenes. Oké, nice. Deze auto met politieauto zet ik hier even neer. Oké. Nou, zijn er hier een hele... Waarom komen er steeds meer lege auto's bij? Waarom gaat iedereen weg hier uit de auto? Uit hun auto. Oké. Laat mij eventjes deze auto pakken. Yes. En die auto eventjes hier neerzetten. Yes. Ik ben niet de allerbeste politieagent, maar dit... Zo, nu kan ik niet, kan het verkeer in ieder geval een beetje doorgaan. Ook al zijn die twee auto's leeg. I don't know waarom, maar... Nu kan ik de auto even onderzoeken. En kan kijken wat er precies in de auto zit. En of ik wat dingen kan vinden. We hebben niks gevonden hier. Oké. In de achterbak misschien. Want natuurlijk, als we de buit vinden, dan zou het nice zijn. We hebben niks gevonden hier. Interessant. Misschien had hij dus niet de buit bij zich. Ook niks gevonden. Oké, er zijn vier dingen die we kunnen onderzoeken. We kunnen ook hier onder de motorkap kijken. Kunnen we niet onder de motorkap kijken? Meestal kunnen we onder de motorkap kijken. Nu niet. Oké. Nice. Wat kan ik met jou voor de rest gaan doen? Kan ik jou voor de rest nog... Oké. Ik kon ook een andere dingen gaan doen. Even kijken. Press or hold to perform a frisk. Oké. Dus we gaan hem even kijken of hij iets bij zich heeft. Identification Alexander Koslov. Oké, nice, dan weten we dat ook weer. Alexander Koslov. Oké, laten we eventjes... police radio. Records check. Shit, nou weet ik niet meer hoe die heette. Koslov volgens mij. Kijken of ik hem daarop kan vinden. Shit. No! Oké, dat is dus niet wat je moet doen. Yeah. Oké. Wat ik met jou ga laten... Wat ik jou ga doen? Shit, oké. Opstaan jij. Oké. Nou wil ik eventjes zo gaan doen. Dan wil ik alvast in de police radio gaan zitten. En dan wil ik tegelijkertijd wil ik jou eventjes gaan onderzoeken. Welke was het? Deze ingedrukt houden volgens mij. Yes. Nou, even kijken of je een idee bij hebt. Chu Wong Cage. What the fuck is dat voor naam?
Javon Cage. Oké. Nou, meneer Cage, laten we kijken wat voor records check je hebt. License is valid, hij heeft geen warrants, hij wordt niet gezocht door de politie. Dat is prima. Dat is prima. Dus meneer Cage, u wordt op dit moment aangehouden vanwege het stelen van een auto bij het bijzijn van een politieagent. Dus ik heb u op heterdaad betrapt. Dus wat ik nu even ga doen is, ik ga even, even kijken. Backup. Code 3. Nee, we zijn transport. We hebben een local transport unit nodig. Die deze crimineel hier eventjes meeneemt. De andere, ja, die is bewusteloos. Ja, dat is een foutje. Want als je op terug drukt, dus op mijn rondje, op mijn controle, dan gaat hij ook gewoon mensen slaan die in onze omgeving zijn. Dus dat is een beetje irritant. Nee, ja, een beetje maar. Dus, nou, het was ons eerste ding, onze eerste job als politieagent vandaag. Laat ik deze licht even uitdoen. Nice. Oké, kijk. Deze crimineel hier, die wordt meegenomen door deze mooie politieagent hier. Dus dat is nice. Ja, neem maar mee, agent. Neem maar mee. Oké, wat de hel is er hier aan de hand? Oké, nu weer reden om aan te houden. We hebben een aanrij. Oké. Meneer, jou gaan we eventjes aanhouden. Oké, laten we eventjes een praatje gaan maken met deze meneer hier. Hallo meneer. Hallo. Laten we eens voor uw ID-bewijs vragen. Kan ik even... Kiflom. Yes. Geef me even je kiflom. Yes. Oké, Frank Valenti. Oké, police radio, records check. Frank... Hoe is het? Valenti. Oké, meneer Valenti. Laten we even kijken. License is expired. Interessant. Oké, okay, zijn license is expired. Dus hij rijdt rond zonder... zonder rijbewijs. Oké. Dus, laten we eventjes kijken. Alsjeblieft, de vehicle is your warning. Laten we dit met meneer. Ja, eigenlijk moeten we vragen of hij zijn auto moet gaan uitgaan. Want hij rijdt zonder rijbewijs. Dan mag hij niet verder rijden. Maar hij wordt ook niet opgepakt. Dus, wat ik altijd doe, is ik ga een citation geven van, wel te verstaan, $1000 vanwege het rijden zonder rijbewijs. Dus meneer, je krijgt een boete. En moet zo gauw mogelijk zijn rijbewijs verlengen. En hij woont hier zogenaamd een eindje verder in de straat, dus hij mag van mij eventjes naar zijn auto, naar zijn huis terugrijden. Maar hij moet zo gauw mogelijk zijn rijbewijs opnieuw aanvragen. Of gaan verlengen. Oké. En dismiss. Oké, dus dat is eigenlijk het probleem. Dus meneer had eigenlijk geen rijbewijs. Daarom probeerde hij mij een beetje te ontwijken. Nou weten we het. Nou weten we wat het probleem was van deze meneer. Dus nu kunnen we weer verder gaan. We rijden in de Vinewood Hills. Dus er gebeurt eigenlijk nooit wat in de Vinewood Hills. Wat een beetje jammer is. Dus voor mij zijn we ook een beetje dicht bij mijn huis in de buurt. Yeah. Oh nee, dit is niet echt een weg waar je heen kan gaan. Niet echt, nee. Dus, yes, laten we heel gauw voor deze auto langs gaan. Dat ging net goed. Dus laten we eventjes deze weg afgaan, want deze weg gebeurt er eigenlijk nooit wat. Of we moeten iemand betrappen op een verkeersovertreding. Wat eigenlijk ook nooit echt aan de hand is. Dus laten we even naar iets drukkere weg gaan. Die hier aan het einde van deze weg. Komen we op iets drukkere weg terecht. Yes. Oké, nice. En hier zo'n drukkere weg. Misschien kunnen we hier kijken of de mensen zich hier aan de verkeersregels houden. Deze meneer stopt hier. Mooi dat goed is. Nice. Laten we kijken. Oh. Oké. Yes, kom op. Rij maar door.
Het duurt hier wel een eeuwigheid voordat ik hier wegkom. Oh, hallo collega. Oké, die kan ik even lekker links afslaan. Nice. Oké, ja, er is dit weer niet heel veel aan de hand. Dus ik zie jullie wel terug wanneer de... Oh, robbery in progress, downtown Vinewood. Dat is precies dezelfde call die we straks hebben gehad. Dus daar gaan we niet op reageren. Daar gaan we niet op reageren. Nee, dus we gaan lekker doorrijden. Want ik wil niet weer opnieuw achter een achtervolging aangaan van iemand die in dezelfde winkel een robbery heeft gepleegd. Wat moet het dan voor een aparte winkel zijn? En mijn game is gecrashed. Nice. Dit gebeurt wel vaak als je bij een politiebureau in de buurt komt. RIP. Maar, jongens en meisjes, dames en heren, met dit mooie, schitterende beeld van... Ik weet niet wat jullie zien, maar ik zie gewoon een mooi beeld dat nu zwart is en nu weg is. Nice. Maar jongens en meisjes, dames en heren, dit is helaas het einde van deze eerste aflevering van GTA LSPD. We hebben aardig wat gedaan. Deze man die gaat gewoon rustig naar de gevangenis. Maar blijf rustig. Hij gaat gewoon de bak in voor wat hij gedaan heeft. Dus ja. Willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik allemaal terug in een volgende video van GTA of een andere game hier op mijn kanaal.